De gele kubus op het gele Rijdersplein heeft al heel wat stof doen opwaaien. De 2 ton die het gekost heeft, lijkt nog weinig te renderen, gezien het geringe aantal succesvolle evenementen wat er tot op heden heeft plaatsgevonden. Arnhem Centraal stelde vragen aan het college. Wij noemen het gekscherend de gele doos van Pandora. De kubus is eigenlijk bedoeld om te kijken hoe het gele Rijdersplein gaat ontwikkelen in de komende jaren. Ze zouden daar meer creativiteit, evenementen, lezingen en dat soort dingen gaan doen in de gele kubus. Alleen tot op heden is er heel weinig gebeurd. Omdat er een probleem was met de organisatoren, die lagen met elkaar overhoop. Er is geen verzoenlijke website, er is geen programmering aanwezig. Ja, op dit moment is dan Arnhem Samen. Heel mooi project, heel goed project, wat vorig jaar ook heel goed gelukt is. Alleen dit jaar, ik krijg net weer de beelden binnen, er staat bijna niemand. En dat is zo zonde voor dat zoveel geld. Want er staat 200.000 euro geïnvesteerd in een gele kubus. Wat gaat daar dan mis? Wat zouden we daar moeten doen om daar toch een succes van te maken van dat project? Punt 1, je moet een hele goede organisatie hebben. En die is er ook. Maar ze moet goed programmeren. Ze moet het goed informeren. Er moet een echt seizoenlijke website komen. Nou, een website kost helemaal niets in principe. Wat er geprogrammeerd wordt, staat op een A3'tje aan de kubus geplakt. Het is heel onduidelijk voor de Arnhemmer. De Arnhemmer loopt langs, die kijkt ernaar. Die begint te lachen en die denkt van, wat is dit nou weer? Dat ding heeft geld gekost. Dat ding moet rendementen brengen. Je zet iets neer voor 200.000 euro. Daar moet nu, vanaf nu, rendement uitkomen. Laten zien dat er iets gebeurt op dat plein. Ja. Daar zijn de ondernemers enthousiast voor om daar dingen te gaan organiseren. Tuurlijk zijn de ondernemers enthousiast ervoor. Maar doe het. Doe het echt. Pierre Kegels is eigenaar van Workstation en reageert op de kritiek op de gele kubus. Die kritiek kan ik heel goed begrijpen. Het hele proces van de start van bouw tot het uiteindelijk vervolmaken van de kubus heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Daar hebben wat zaken tegen gezeten. Maar aan de andere kant zijn we nu druk bezig met het plannen van allerlei leuke evenementen. In januari zijn al evenementen gepland, voor februari zijn al evenementen gepland. Dus ik denk wel dat het een meerwaarde kan gaan bieden voor kunst en cultuur in Arnhem. Wat is die meerwaarde? Nou, een extra leuke locatie zeg maar, die hier is neergezet om het Gele Rijdersplein echt goed op de kaart te zetten. En als een tijdelijke locatie op een plek waar dadelijk hele leuke dingen kunnen gaan plaatsvinden. De wethouder gaat zich inspannen om van de gele kubus alsnog een succes te maken.